Ja, en dit is het moment waarop Bart Peters altijd zegt: het is nu 8 minuten voor drie. Dat is ook zo. Het is, ja, maar zeg dat. Ja, het is inderdaad 8 minuten voor drie. Het moment waarop Hugo Matthijssen dan weer zich steeds naar het landelijke Ittigem begeeft. Ja. In een flits, zal ik maar zeggen. Om daar een gemoedelijk gesprek te hebben met de voormalige directeur-generaal van de VRT, de heer Cas Goossens. Ah, meneer Goossens. Dag meneer Goossens, hoe gaat dat met u? Dag Matthijssen. Ja, met mij hoort het wel goed en, ja, goed en niet goed eigenlijk. Allee, die oorlog, Matthijssen. Ja. Dat is onsympathiek, hè. Heel spannend, hè. Ja, ja, eigenlijk wel. In mijn tijd met die Duts, allee, dat was toch dat was veel gemütlicher. Allee, zo zeg je wel, in mijn tijd, dat was veel gemütlicher met een Duts. Allee, pas op, die Duts, die mannen die hadden dus geen cultuur natuurlijk. Hè. Dus dat was, allee, een kurtje leggen met een Duts, dat was dus heel pijnlijk, hè, Matthijs. Dat was bekend niet mogelijk. Allee, ik ga een voorbeeld geven, hè. Ja. Dus tijdens de bezetting zat ik met onze Fons, dat is mijn broer, hè. Zaten we al eens regelmatig een pintje te drinken bij Wietke van Sas in het café in Ittigem. Ja. Ja, en het kwam dan al eens voor, zoals een Duts of twee, die mannen die zaten er ook, die zaten er zo wat op apengapen, die zaten er met vieren kunde kaarten in Matthijs. Ja, dat moet je verstaan, hè. Allee, en die mannen die zaten hier ook maar, en dus kleurenwiezen in een tijd, voor mij en onze Fons, dat was onze lust en ons leven, dat was gewoon alles. En ik spreek dan mijn taal heel goed, hè, dus ja, op een bepaalde dag zing je dan zo wel eens naar die Duitsers geteend zo, hè. En ik zo tegen je mannen, hé, kiekenpoepers, wollen ze farbenwiezen, hè, dus kleurenwiezen, zal ik maar zeggen, hè. Allee, in het begin, die mannen die hoorden het dan zo echt in Keulen donderen. En pas op, voor een Duts is dat heel raar, want je hebt er dan dikwijls van die mannen die eigenlijk van Keulen zijn. En die hoorden dat dan donderen. Dat is heel verwijderd. Ja. Maar goed, allee, ik sprak mijn talen natuurlijk. En ik heb die mannen dan leren verbewijzen. Zo van, ik kom aus met schop van boer of kuchen zot. Of ik werd de troef afkaufen met klever en aas. Allee, op de duur weet je dat hertenkeuning, dat is hersenvuurder en zo. Allee. Ja. En Swissen. Zwischen fot en vind. Allee, had ik in onze Fons zo menselijk contact, hè. Ja. En weet je, Matthijs, en dat is de combo, dat is eigenlijk ongelooflijk. Weet je, in de oorlog van 40-45, Ittigem, hè, dat is eigenlijk maar heel kut bezet geweest, hè. Dat is heel kut. Allee, een maand, niet meer. Een maand. En hoe kwam dat dan? Na één, Matthijs, ik kon zeggen dat is maar eigenlijk ongelooflijk. Na één maand bezetting van Ittigem, hè, en we kijken onze Fons twee van die Oberfeld, Schmidt, Webels, allee, uitgenodigd, dus bij Wiske van het Sas, hè. Ja. Wel, dat waren fanatieke kaartenspelers natuurlijk, hè. En we hebben gezegd, mannen, we gaan kleuren wiezen. Als je wint, dan moet je heel Ittigem krijgsgevangen nemen. En als je verliest, dan is Ittigem gewoon vrij. Ja. Die mannen die gingen erop in, dat was ongelooflijk. En ze wilden maar verbewijzen. Die is als lach, ik kreeg onze Fons direct gewonnen. Ja. De dag erna, Matthijs, dat is ongelooflijk. Dan is Von Falkenhausen zelf. Ja. Die is dus gekomen met zijn beste kaarten. Naar Ittigem, je hebt naar Ittigem getiend. Ja, dan moeten we beginnen kaarten. Ik kreeg onze Fons, maar we waren niet vorm. Dat was ongelooflijk. En die mannen dus, blitzkrieg, geen probleem, hè. Maar kaarten, oh, dat vergeet ik, Matthijs. Dat was ongelooflijk. Op den duur, Matthijs, ik zeg dat, ik geef dat te graaien. Ik zeg dat eigenlijk dat het is, als ongelooflijk. Op den duur kwam Hitler zelf, Adolf Hitler en Hermann Göring. Die kwamen met tweeën naar het café van Wiske van Sas. Die kwamen farmenwezen, Matthijs. Dat was dus de grote prijskant. En die Hitler, allee, dat is... Konden die goed kaarten? Ja, rustig, Matthijs. Die Hitler, dat is een briljante veld hier. Dat is een ongelooflijk, dat is een groot tacticus ook. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar tegen den Kas en de Fons van Ittigem, die mannen, kans in de soepen, hè. Dat was ongelooflijk. En Matthijs, Ittigem was vrij, hè. Ja, Ittigem was volledig vrij. Allee, dat was ongelooflijk, want dan die Hitler en die Göring, en die zaten dan zo nog wat, en we hadden er zo samen met Biske van Sas nog iets gedronken, en dan leerde wel de mens achter de persoon kennen. En dat is dan wel interessant. Allee, die Hitler heeft er ook gevraagd of ik ambassadeur wou worden van Ittigem in Berlijn. Nou, ik woonde nog thuis natuurlijk. Ik zei, Adolf, ik kan niet, ik moest die koeien nog melken. Allee, breng die koeien dan ook niet, zei die. Maar ik zei, dat is ook onmogelijk. Allee, we hebben kiekers ook, dat is onmogelijk. Allee, dat is... Maar dat waren heel... Geïnteresseerde mensen eigenlijk, ja, wel, die Hitler en die Göring, dat is... Oh, dan zijn die nog wel even gebleven in Ittigem. Oh ja, de volgende dag, want die hadden een tank bij, een Duitse tank. De volgende dag hebben we dan een toerker gemaakt langs de neten, hè. Ja. Zo alles is afgezien met die mannen. En dan moet ik wel zeggen, allee, het viel mij al altijd op dat er dus heel veel konijnen. Dus om de netenovers. En die Hitler, die zegt, dat is eigenlijk ongelooflijk, zoveel konijnen. Om die netenovers, allee, konijnen en water, eigenlijk gaat dat niet zo samen. Zo in zo'n tijd zitten klappen en zo, dat was wel interessant. Je moet weten, Matthijs, in 1945 de wapenstilstand. Hè? Ja, dat is ondertekend, dat is ondertekend door de Amerikaan, de Engelsman, de Canadees, de Fransman en Ittigem.
Maar het is gewoon zo, de conferentie van Yalta. Allee, om nog maar, ik zeg inmiddels Mia echt niet. Ongelooflijk. Ik heb nog geklapt met Stalin en Churchill. Die mannen die verschoten ongelooflijk. Zeker als ik dan zeg dat zoveel konijnen zitten onder. Want die Stalin die zei direct, allee, dat is ongelooflijk. Dus konijnen en water, dat gaat toch normaal niet samen. Maar allee, dat is eigenlijk formidabel. Hè? Dat is eigenlijk Itichem die een onafhankelijke staat. Ja, maar dat, intussen is Itichem toch al geen onafhankelijke staat meer. Nee, maar allee, het was eigenlijk ook een beetje een ras situatie natuurlijk. Want Itichem had, ik moet er eerlijk zeggen, op wereldvlak heel weinig in de pap te brokken. Hè, en dan op den duur moesten wel lid gaan worden van een UNO. En Osmia die was er geweldig tegen, dat kopzorgen van hebben we ons lidgeld wel betaald en al die tijdfiesten van de UNO. Allee, ergens in de jaren 50 hebben we wel Itichem eigenlijk gewoon teruggeschonken aan de Belgische staat. Hè. Ja. Wel in ruil voor onze fondsen burgerrechten. Dat is een beetje minder voorzichtig geweest dan ik. Allee, ik zeg gewoon, je gaat allemaal eens. Matthijs, je gaat terug naar Brussel. Ga jij voorzichtig zijn, zeg ik. Dat zal ik doen. Zeg, in volgende week hè, moet er nog eens uitkomen. En dan gaan we eens ver bewijzen in Matthijs. Dat is toch wel. Zeg ik het beste. Dat is niet goed. Voor een week, hè, maar. Yeah.